Het is een mooie avond om te gaan penvissen. Even een paar uurtjes bij een bruggetje op 1,5 meter water. Dan moet het wel gaan lukken. Het pennetje staat er mooi bij, dus probeer hem maar hier. Eerst op de pen, dit najaar, is een prachtige, onbeschadigde polderschub. Berensterk, zoals ze allemaal zijn hier. Nou, mijn penstek is zo verstoord, dat ik hem even ergens anders weer terugzet. Leuk polderschubje. Nummer 2 van deze stek. Dit najaar. Hij is niet bijzonder groot, deze polderschub. Maar absoluut sterk en dapper. Gaf een super strijd. We gaan terug. Het heeft net keihard geregend en ik hoop dat het snoek losgemaakt is daarmee. Even proberen hier.
stil. Derde worp. Mooie vis. Prachtig zelfs. Prachtige vis, precies 98 centimeter, geen meter dus, maar ja, dat hoeft er ook niet altijd. Hij is er niet minder mooi om, hij heeft een lelijke beschadiging aan zijn zijkant, waarschijnlijk door een soortgenoot gepakt, maar die moet dan wel erg groot zijn. Nou, deze gaat terug. Volop herfst, met 15 graden Celsius. Het heeft volop geregend de afgelopen week. Ik ga vandaag een beetje penvissen, een paar uurtjes in de middag, want het gaat weer regenen vanavond. Ik heb 2 dagen gevoerd, had liever langer doorgevoerd, maar het wordt een en al regen de komende dagen. Dus moet ik nu maar even mijn kans grijpen. Nou, ik hoop dat ik leuke vissen kan laten zien. Ik heb 2,5 uur gevist en niets gevangen. En toch heb ik op de een of andere reden vertrouwen in deze stek. Dus ik blijf nog even doorvoeren en dan probeer ik het over een paar dagen weer. Misschien wel 's ochtends vroeg. Tot dan. Een paar handjes en een emmertje. Dat moet wel genoeg zijn voor een paar uurtjes vissen tussen de buien door. Ik zit hier nog geen 2 minuten en het begint alweer te regenen. Het is echt niet te geloven de laatste weken. De droge momenten zijn bijna niet te vinden. Dat viel gelukkig mee. Het heeft maar 5 minuten geregend. Het is nu 3:15 en volgens buienradar blijft het verder droog. Ik blijf tot 6 uur, denk ik. Dit is 5 minuten later. Dat noemen ze nu wisselvallig weer. De mat is al nat van de regen en ligt hier tussen de herfstbladeren.
Ik hoop dat ik hem nodig krijg vanmiddag. Ik heb net de tweede bui op mijn kop gehad. Dus het wordt nu toch echt tijd voor vis. Na een uurtje vissen en vier buien krijg ik een wegloper uit het boekje van deze vis. Mooie schub, lekker sterk, echt weer zo'n polderrakker. Ik heb bijna 3 uur gevist en het valt een beetje tegen met 1 karper. Ik heb besloten nog 1 dagje door te voeren, misschien 2, en het dan een keer 's ochtends vroeg te proberen. Als het tenminste droog is. Tot dan!